In Nederland willen we wonen, werken, recreëren, vervoeren in een aantrekkelijke leefomgeving. En voor ieder aspect hebben we dat geregeld in een aparte wet, met eigen regels. Maar in de praktijk zien we dat al die vraagstukken bij elkaar komen. In de praktijk zie je dat één probleem vaak samenhangt met andere vraagstukken in diezelfde leefomgeving. En daar zit onze huidige regelgeving in de weg. Wij willen toewerken naar een integrale regelgeving, waardoor we veel beter in staat zijn om de vraagstukken van nu en de toekomst te lijf te gaan. Vraagstukken die ook te maken hebben met klimaatverandering en hoe we toe kunnen werken naar een circulaire economie. Ik ben Edward Stichter, directeur beleid bij de VNG. En ik leg u graag uit wat de Omgevingswet is, maar vooral wat je ermee kunt doen. De Omgevingswet bundelt tientallen bestaande wetten, gebied van milieu, ruimteordening, water, natuur, tientallen algemene maatregelen van bestuur, AVB's, ministerregelingen, tot één Omgevingswet, vier AVB's en één regeling. En dat leidt uiteindelijk tot een veel minder complex stelsel van regelgeving, zorgt voor betere samenhangende benadering van die leefomgeving, vergroot de afwegingsruimte en worden projecten sneller en beter gerealiseerd. De omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn belangrijke instrumenten in de Omgevingswet. En ik laat dat graag jullie zien op de Binkhorst. De Binkhorst is een pilotproject in het kader van de Omgevingswet. Vroeger was dat een heel bruisend bedrijventerrein, maar inmiddels is dat verrommeld en spelen de nodige problemen. Maar het is ook een gebied met heel veel potentie. Het ligt vlakbij het water, het ligt dicht bij het centrum van Den Haag. Dus het biedt eigenlijk volop kansen om de ontwikkeling te brengen. Met behulp van de crisis in de herstelwet konden ze de problemen die hier spelen oplossen. De milieucontouren die hier spelen belemmerden eigenlijk de ontwikkelingen van nieuwe startende bedrijven. Veel bedrijven die hier zitten maken veel geluid. Daar konden eigenlijk nieuwe ondernemers daar niet gevestigd worden. En met het omgevingsplan, onder de omgevingswet, konden gemeenten zelf bepalen wat de milieubelasting is. En konden ze ook afwijken van de huidige regelgeving. En straks in de omgevingswet mogen ze dat helemaal zelf bepalen. Ook weten we niet, aan de voorkant, hoe dit gebied zich precies zal gaan ontwikkelen. Welke ondernemers zich hier gevestigen, met welke plannen ze komen. We weten ook niet hoe het totaal gefinancierd gaat worden. Dat blokkeert nu de ontwikkeling van het totale gebied. En met behulp van de crisis in de herstelwet en de omgevingswet kan dit fasegewijs ontwikkeld worden, stapje voor stapje. En je gaat het pas onderzoeken op het moment dat zich een concreet plan voordoet. En dan ga je kijken, is het mogelijk? Of beter gezegd, hoe maken we dit mogelijk? Toen ik het gesprek aanging met de gemeente en ook een beetje mijn ideeën bij hun heb neergelegd, was er niet gelijk denken in problemen, maar in oplossingen. Van, er was ook echt heel veel mogelijk. En natuurlijk wil je als ondernemer wil je heel veel. Maar ik denk wel van 100% dingen die ik wilde, werden echt meer dan 90% kon ingevuld worden. Zij durven mee te denken in mijn plannen. En dat ze ook het grotere plaatje kunnen zien. Want je investeert in iets wat in de toekomst zal uitwijzen of dat uiteindelijk effect heeft, ja of nee. En als je dan iemand naast je hebt die in dezelfde grootte kan meedenken, in dat grotere plaatje, dan is dat wel echt wel heel erg fijn. De Omgevingswet biedt meer ruimte voor het maatschappelijk initiatief. De samenleving verandert. Burgers en ondernemers zijn mondiger, willen meedenken, meepraten, meebeslissen over hun leefomgeving. En dat vraagt ook wat van de overheid. Dat vraagt dat gemeenten, ambtenaren, bestuurders een meer faciliterende houding aannemen. Niet alleen toetsen, past het wel of niet in een bestemmingsplan, maar ook meedenken met de initiatiefnemer. Kijken hoe dingen wel mogelijk gemaakt kunnen worden. Het is dus niet alleen een juridische verandering, maar ook een gedragsverandering. De Omgevingswet vraagt dat gemeenten ook op een andere manier gaan werken. Dat de verschillende disciplines, milieu, natuur, ruimteordening, water, bij elkaar aan tafel zitten om te kijken welke oplossing voor dat gebied en voor die situatie het beste is. Het doorbreekt de gemeentelijke kokers. Daarnaast vraagt het ook dat gemeenten en andere overheden elkaar vroegtijdig opzoeken. Zodat burgerondernemers, ook al zijn er meerdere overheden verantwoordelijk en betrokken, dat toch ervaart als één overheid, met één loket. Het is ook een grote digitaliseringsopgave. Veel doelen die bereikt moeten worden met de Omgevingswet, die kunnen ook ondersteund worden door een goede digitale dienstverlening. En dat alles bij elkaar maakt de verandering voor gemeenten met de Omgevingswet zeer omvangrijk.
Omgevingswet betekent veel voor gemeenten. Maar hoe begin je eraan? Welke stappen zet je als eerste? Is het een revolutie? Een grote Big Bang wat in één keer moet worden ingevoerd? Of kan het ook stapje voor stapje voor stapje? Je ziet dat gemeenten daar ook verschil mee omgaan. Sommigen zien het vooral als een juridisch vraagstuk, terwijl anderen dit vooral beginnen als een organisatievraagstuk. En anderen zien het vooral als een digitaliseringsopgave. Wat voor jou betreft een gemeente de meest logische en gewenste stap is. De VNG heeft wel een model ontwikkeld om dat te faciliteren. En hierbij onderscheiden wij vier veranderstrategieën. Een meer consoliderende strategie, waarbij je uitgaat van het bestaande en alleen het hoognodige doet om klaar te staan voor de omgevingswet. Een tweede strategie bekijkt welke stappen gezet kunnen worden met een zo hoog mogelijk rendement. En een derde strategie bekijkt waar je gemeente je ook kunt onderscheiden bij de invoering van de omgevingswet. En een vierde strategie bekijkt het veel meer hoe de omgevingswet kan worden opgevat als een veel bredere vernieuwing binnen de gemeente. Dit model kan worden gebruikt om binnen jullie gemeente het gesprek te voeren om te bekijken wat voor jouw gemeente de beste strategie is. De Omgevingswet gaat heel veel werk met zich meebrengen voor gemeenten. Maar het gaat gelukkig nog veel meer opleveren. Het wordt weer leuk om te besturen binnen gemeenten. Daar waar nu rijksregels bepalen wat wel en wat niet kan, kun je dat in het vervolg zelf bepalen. Binnen de gemeente heb je debat, wat voor gemeente wil ik zijn? Waar wil ik meer geluid toestaan? Of waar wil je misschien juist vergroenen? Dat bepaal je zelf. De Omgevingswet gaat er ook voor zorgen dat de dienstverlening richting burgers en ondernemers verbeterd kan worden. Omdat je veel beter kunt aansluiten bij hun wensen, hun gedachten en hun ideeën. En het zorgt er ook voor dat je gebiedsgericht en in samenhang gaat kijken naar de kansen en uitdagingen in jouw gemeente. De Omgevingswet is van groot belang voor gemeenten. Bij het maken van een veelomvattende, brede visie op de stad, de omgevingsvisie, het realiseren van de energietransitie tot en met een kleine verbouwing aan de woning. Daar gaat de Omgevingswet over. En de vraag is hoe jij je daarop voorbereidt, als ambtenaar, als bestuurder. Hoe ga jij je verstaan tot die samenleving? Wat betekent dat voor jou? Hoe je samenwerkt met je collega's? Hoe je samenwerkt met andere organisaties? Met andere overheden? Hoe ga jij daar als gemeente mee om? Hoe bereid je daarop voor? Daar zijn verschillende strategieën over. Maar de keuze is aan jou.